Welkom bij het Weekjournaal, maar het wichtigste nieuws van de provincie Friesland. De sangenierige Darsjan Boerema van het JRVN is de eerste Iepen verviervlagger voor, voor de provincie Friesland. Deputé Kramer maakte dat van hem onbekend op ROC Friese Poort in drachten. Darsjans eerste vlag kwam er online. Hij maakt de komende weken fjouwervlags, waarin hij zijn ondervindingsmuis deelt. Die binnen de channel op de site van de provincie, op Facebook en op YouTube. Hoe zullen wij in 2028 waarom op culturele hardsteden? En wat moet dit nooit takken meer opsmieten? Leden van provinciale steden en de gemeente Leeuwarden geven de waarschuwingen in Peteer verleden Uit onderhoren Den Bosch en Liverpool jaren ze wat de resultaten van zo'n groot project. Extra inkomsten, zelfsbetrouwen, een beter imago en nieuwe De provincie werkt het nou. Alle tips uit om aan een Agenda 2028 te komen. Waar die wie de van Dorsemus, Miguels Skrier, op het Jereveen, bij een sanneemde Zinnetafel? Een zinnetafel is een rege interactieve geerkomsten het onderzocht wordt of een zinnenpark op een beschaten locatie helder is en of mensen het wollen. Om wenjenden, bedrieuwen en orenbelutsenden worden de Zadwaanden zo gauw mogelijk in het proces belutsen. Vrede presenteert de deputaire de subsidieregeling asbest eraf, postcode roze erop. Energiecoöperaties en eigenaars van asbestdakken hier mooi nog gebruik van maken. Met het subsidie kennen de eigenaar de asbest zijn kennen Daarna kan een energiecoöperatie zonnepanelen op het dak plaatsen. In totaal is 150.000 euro beschikbaar. Oanvrijdje, dat kan via de website. Dat was het voor deze week en de week.